Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Veel zon vandaag met wat sluierbewolking. Het was eigenlijk een prachtige najaarsdag, wel met een oostenwind erbij en een temperatuur die misschien nog niet zo hoog uitpakte. Vanaf de satellietfoto zagen we de sluierwolken en de vliegtuigstrepen mooi in het weerbeeld. Met name ten noorden en westen van ons land zie je die trekken. Ten oosten van ons land zit een gebied met wat stapelbewolking. En die stapelwolken strekken zich uit over Polen en over delen van Duitsland, maar bereiken ons land niet, want in onze omgeving is de lucht daar echt te droog voor. Nou, die lucht die blijft voorlopig ook droog, want de aanvoer blijft oostelijk. Een hoge drukgebied in onze omgeving, zo'n beetje boven Denemarken ligt dat hoge drukgebied, zorgt voor een rustig stabiel weer. Het hoge drukgebied gaat nauwelijks aan de wandel de komende dagen en blijft zo'n beetje boven Denemarken liggen en houdt bij ons dus nog steeds een oostelijke stroming in stand. Op veel plaatsen in onze omgeving fraai weer, maar kijken we bijvoorbeeld naar de Balearen, dat, uh, dan heb je het over Spanje, het oosten van Spanje. Daar zien we wel een gebied met stevige buien en daar kan het ook bij onweren. Daarvan is in onze omgeving helemaal geen sprake. Voor vannacht hebben we opklaringen. Vanavond eigenlijk al. De wolken die er nog zijn, zijn hoofdzakelijk sluierwolken. En daar zien we de opklaringen dus heel duidelijk doorheen. Temperatuur in de avond de graad of 12. In de nacht dalend naar zo'n 4 graden in het noordoosten. Frisse nacht dus met hier en daar aan de grond zelfs kans op een graadje vorst. En heel plaatselijk ook wat nevel of een mistbank. Dat verdwijnt morgen snel. Daarna schijnt de zon volop. Wolken hebben we nog wel voornamelijk in het noorden en noordoosten van het land, maar verder dus zonnig weer met temperaturen van 16 of 17 graden en een matige oostelijke wind. Dan de dagen die volgen. Donderdag nog zo'n dag met een matige oostenwind. Wat sluierwolken in het noorden en verder volop zonneschijn. Vrijdag zien we dat de bewolking wat meer in het weerbeeld aanwezig is. Maar de zon schijnt ook nog net als op de zaterdag. Zaterdag begint de wind voorzichtig al wat te draaien. Eerst nog oostelijk, maar later naar het zuiden. En dan zien we de temperatuur ook wat hoger oplopen. En kijken we naar de dagen daarna, dan zien we dat proces verder doorgaan. Vanaf zaterdag een stijging in temperatuur. Overdag met name, maar ook de nachttemperaturen gaan behoorlijk omhoog. Kans op vorst in de nacht is het dan niet meer. En overdag zitten we misschien een keer in de buurt van de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.